Dit is een heerlijk gezonde, lekkere pasta die je binnen 15 minuten op tafel staat. En doordat je verschillende soorten zalm gebruikt, gerookt en verse, krijg je een beetje complexe smaak. Om te maken begin je met het schillen van de bleekschelderij en die snij je dan in stukjes. Hak je de knoflook. Verhit je olijfolie in een pan. Ondertussen kook je verse pasta gaar, ongeveer 4 minuten. Je fruit een teentje knoflook. Een halve minuut voeg je de bleekselderij toe en de champignons. Dat roerbak je gedurende 2 minuten. De champignons die slinken dan. Dan voeg je de stukjes zalm toe. De gerookte zalm hou je nog even achter. Dat schep je goed om tot het rondom meegebakken is. De pasta is dan beetgaar, die voeg je toe, dat schep je goed om. Het handigste doe je dat door een lepel en een vork te gebruiken en dat continu om te husselen. Wanneer alles goed vermengd is, voeg je verse peterselie toe, een beetje citroensap, een scheutje room en wat kookvocht. Dat meng je weer goed door. Breek op smaak met peper en zout. En je serveert er wat verse parmezaanse kaas bij.